Het Delflandplein in Nieuw-West, vanochtend rond 6:30. Een geldautomaat is opgeblazen en flink beschadigd. De daders, 3 in totaal, gaan er op scooters vandoor. En de omwonenden zitten rechtop in bed. Een behoorlijk harde klap. 1 klap, zeg maar. Ik dacht dat het onweer was, maar uiteindelijk blijkt het toch zo'n plofkraak te gaan. Ik heb wel een enorme knal gehoord. Werd ik wel wakker van, maar ik wist niet zo goed wat het was eigenlijk. Ik dacht eerst dat het gewoon vuurwerk was. Ja, wij werden er wakker van. Of hij niet, maar ik wel, ja. Een heel harde knal was het. Ik heb het raam, want wij kijken zo op de straat. Dus ik heb gelijk gekeken binnen 30 seconden, denk ik. En ik zag niks. Ik heb echt een paar minuten staan kijken of ik mensen zag of iets hoorde. Want ik hoorde gelijk dat er geen vuurwerk of zo. Dat was veel te hard. Een beetje angstaanjagend, maar ja. Ja, ik heb verder lekker geslapen, dus dat is ook belangrijk. Ja. Schrik je daar een beetje van? Of? Nee, ja, niet echt eigenlijk. Niet heel erg, omdat het toch meer niet echt geweld op personen is gericht en meer gewoon om geld. De explosieve opruimingsdienst is de hele ochtend bezig om een nog niet ontploft explosief uit de pinautomaat te verwijderen. Donderdag was er ook al een plofkraak in Nieuw-West. Toen ging het om een geldautomaat op het Belgiëplein. Ook hier werd niets buitgemaakt. Het afgezette gebied op het Delflandplein is rond 1:00 's middags weer vrijgegeven. De winkels mochten toen ook weer open.